Hoe heet jij ook alweer? Alex, aangenaam. Aangenaam, Alex Jezus. De Mantra Steenwijk opent het cardio-seizoen. En een exclusief interview met Monique Kavelaars over het feedbackspel. Dit is het Brugijnweekjournaal van week 40. Op donderdag 27 september schitterde Samantha Steenwijk in het Koudo Theater. Samantha werd tweede in de talentenjacht The Voice of Holland. En is ook bekend van haar nummer 1 hit Ik Leef Mijn Eigen Leven. Samantha had in Groesbeek ook even tijd met een interview met Jordi. Ik heb een lesje wel geleerd. Vandaag verwacht ik één groot feest. We hebben een prachtig voorprogramma. Dat is een geheim voorprogramma. Ja! Oh. Voorprogramma, maar misschien zijn we al gewoon meteen gas erop, 8 uur. Samantha Steenwijk, daarna finale. Maar Sean en Jacqueline, die moet je gezien hebben. Daarnaast hebben wij nog Samantha Steenwijk. En dan weet je, als Samantha Steenwijk in de house is, dan hebben we een feestje. Wat komen jullie hier doen? Ja, feestje maken! Ja. Want het is de eerste optreden van de kader van het seizoen! Ja. Dat is hartstikke leuk! Oh, hier, ja, kijk! Hier, kijk, daar moet je wezen! Hier staat het allemaal op. Maar als de mensen het willen weten, dan kunnen ze even kijken op de website van Cardo. Daar staan alle programma's op en dan kun je ook kaartjes kopen. Wat vinden jullie van Samantha Steenwijk? Ja, hartstikke leuk! Steengoed! Ja, Steenwijk goed! Ja, Steengoed! Hilarisch, ik vind mezelf hilarisch! Ja, zou wel. Oh, wat leuk. Ja, zo leuk echt wat je leuk. Niet kan. Nou, is heel goed hoor. Vanaf welke leeftijd begon je met zingen? Ik was een jaar of 16, dus dat is 116 jaar geleden. Nou, nee, ik was 16, ik ben nu 32, dus ik, ja, een jaar of 15, 16 zing ik al. Nou, jij hebt gevoel voor humor. Dat lijkt me wel wat. Dat staat me wel aan. Ja, wat vind ik leuk aan zingen? Nou, ik vind eigenlijk het leuk om mensen blij te maken. Dus als jij lacht, dan is mijn hele dag weer goed. En als er mensen daar straks ook allemaal gaan lachen, dan is die nog beter. Dus ja, dat is het eigenlijk. Lekker positief. Blijdschap. Is het moeilijk om artiesten te werven voor Cardo? Ja, dat is niet makkelijk. Artiesten worden natuurlijk op heel veel plekken gevraagd om op te komen treden. Dus wij moeten ze verleiden om naar Werkenrode te komen. En niet alle artiesten kennen natuurlijk het Cardo Theater. Dus daar moeten we even extra uitleggen. Ja. Maar ieder jaar lukt het nog. En ieder jaar komen er nog mooie artiesten hier naartoe en hebben hele mooie voorstellingen. Mooi. Mooi, hè? Ja. Zo, daar had ik ook wel bij willen zijn. Inderdaad, Samantha heeft goed gezongen. Monique Kavelaars is lid van de Raad van Bestuur van Plurijn. Zij probeerde samen met de Centrale Cliëntenraad de eerste versie van het feedbackspel uit. Met het spel kan je elkaar op een speelse manier vertellen wat er goed gaat en wat er beter kan. Je kunt het spel met je begeleider, als team of met een groep spelen. Hoe heb je het feedbackspel ervaren? Het was leuk en het was mooi. Mooi, omdat het feedback ontvangen gewoon iets moois is, om daar open voor te staan. Ik vond het prettig om dat met elkaar te delen en met elkaar er beter van te worden. En leuk is, het is een spel, om misschien toch een wat ingewikkelder iets gewoon leuk te maken. Waarom het belangrijk is, is dat ik denk dat het voor iedereen heel goed is om open te staan, om feedback te ontvangen. Maar ook om feedback te geven, omdat dat een manier is waarin je jezelf kan ontwikkelen. Hoe vond jij het om te spelen? Zoals je weet, ik heb het samen met jou gespeeld. Hè? En ik vond het eigenlijk wel een heel mooi en open gesprek wat we met z'n allen hebben gehad. Want we hebben met meerdere mensen gespeeld, met het hele DB. En ja, ondanks dat we elkaar op de werkvloer best wel goed kennen, heb ik een heel mooi en open gesprek gehad. En ben ik ook achter dingen gekomen voor mezelf, maar ook in het gesprek zelf, die ik nog niet wist. Mm-hmm. Ja, mensen die direct met de cliënt in aanraking komen, dus direct met de cliënt werken, zouden wat mij betreft het feedbackspel af en toe moeten spelen. Zoals wij het oude feedbackformulier kennen, daar kregen wij op terug dat het dus wat moeilijk was om te begrijpen. En daarom hebben we dat feedbackspel ontwikkeld, zodat cliënten ook hun feedback kunnen geven. Mooi, helemaal mee eens. Ik kan dit echt van harte aanbevelen. Verder op de agenda.
Winterseizoen schaken voor volwassenen met een beperking start op dinsdag 9 oktober bij de club in Apeldoorn. Meld je snel aan via info@theclubapeldoorn.nl. 180. Op zaterdag 20 oktober gaat er weer een darttoernooi van start bij de Oase in Dieren. Kijk voor meer informatie op oasedieren.nl. Volgende week zetten we enkele cursisten in het zonnetje. Zij behalen een branchecertificaat op audiovisueel assistent bij het multimediateam. Dus kortom, genoeg te doen. Dit was het weekjournaal van week 40. Alvast een fijn weekend en tot volgende week.